Hey, leuk dat je deze video hebt geklikt. Ik ben Xinde. Het is ochtend, dus een nieuwe vlog. Ik ben even Buddy aan het uitlaten en ja, ik zit heel even op een bankje. Ik merk namelijk hoeveel wespen en bijen er dood op de grond liggen. En Buddy is nogal van het, ik vreet alles op wat ik in mijn mond kan douwen, zeg maar. Dus ik dacht, voordat hij daar iets in zijn mond houdt, wat gevaarlijk voor hem is, ga ik even zitten en ligt hij op schoot. Hé vriend, kijk eens. Kijk eens. Hij ziet het niet. Hij ziet het niet. Maar hij lijkt wel alsof je er middenin kijkt, maar hij kijkt er overheen. Dus ik ben momenteel mijn broek aan het vies gemaakt krijgen. Want deze meneer is net door het gras gerend. En het is ochtenddauw, dus echt top. Zoals je misschien wel kan zien, heb ik een beetje slecht geslapen. Maar dat komt goed. Ik ben vandaag vrij, dus we gaan vandaag gewoon lekker chillen. En morgen mag ik weer werken. En dan kunnen we vrijdag wel lekker chillen, dus komt goed. Ik ga nu wel weer even doorlopen, want anders is deze meneer weer helemaal van het padje af. Dus lekker wandelen en ik zie jullie straks als ik thuis ben. Hey, ondertussen ben ik onderweg naar Rick. Ik ben net heel even bij de apotheek geweest en heb heel even hooikoortstabletten gehaald. Ik dacht, misschien helpt het niet, maar we zullen het zien. Het valt te proberen waard in ieder geval. En ik ben nu onderweg naar Rick, of naar het huis van Rick, want we gaan bakplaten. Dus ik heb er echt super veel zin in. Ik hoop dat jullie er ook zin in hebben. En ik hoop dat het een leuke avond wordt, maar dat zal vast wel, dus ik zie jullie straks. Intussen ben ik weer thuis. Ik heb net nog heel even twee video's geëdit. Eentje online gezet, eentje ingepland. Zoals je net in het vorige shot hebt gezien, of in twee shots geleden zelfs al, ging ik onderweg naar Rick. Ik ben dus weer thuis gekomen zoals je aan de achtergrond ziet. Ik heb bij Rick thuis met de ouders van Rick en de oma en het zusje van Rick gegroomd. Rick was er zelf niet, want die ging barbecuen ergens anders. Geen idee waarom. Maar dus we hebben gewoon gezellig gegeten. Vervolgens is Rick thuis gekomen. Zijn we met z'n drietjes naar de grote M geweest. Want daar was ik al een maand niet geweest. En ik had er best wel zin in een ijsje. Enige nadeel was het nieuwe beleid om voortaan houten lepels te hebben. Ik weet niet waarom, maar het smaakt gewoon echt niet. Dus dat is een beetje een nadeel. Kijk, die plastic beker, of die papieren bekers, dat snap ik allemaal. En dan zat ergens ook nog wel een gedachte achter om dieren ermee te redden. Want egels raakten erin verstrikt. Dus dat was ook een van de redenen dat de verpakking aangepast moest worden. Dat snap ik allemaal. En dat plastic te veel afval biedt, dat snap ik ook. Maar die lepels, kom op. Geen hout. Alsjeblieft geen hout. Hout werkt niet. Dus, en zeker ook niet bamboe. Het werkt allemaal niet. Dus we hebben genoten van ons ijsje. Vervolgens zijn we hier naar huis gegaan. Of zijn we naar Rick's huis gegaan. Vanuit daar hebben we nog heel even daar gehangen. Toen zijn we naar mijn huis gegaan met z'n tweetjes. We hebben nog even mijn buddy geknuffeld. En toen ben ik vervolgens Rick's huis gegaan. En ik ben vervolgens naar boven gegaan. Heb dus net mijn video's geëdit. En ga nu lekker slapen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze vlog. Druk even het blauwe duimpje omhoog. Druk even het rode knopje beneden. En druk even het belletje, want dat geeft me mee te horen als ik een video upload. Hieronder staat mijn Instagram account. Mocht je het leuk vinden, kan je me daarop volgen. Ik hoop dat al jouw wensen in de toekomst uit mogen komen. Ik hoop dat je al het geluk van de hele wereld krijgt. En ik hoop zeker dat jij je dromen gaat waarmaken. Want jij bent tot alles in staat. Zelfs al lijkt wijken de dagen nog zo grauw en donker, ze worden altijd beter. En dat beloof ik. En je hebt aan mij kunnen zien, ik heb een tijdje geleden in een zware diepe put gezeten. En bij mij gaat het ook weer redelijk goed. Dus alles komt goed. Ga niet altijd een voorbeeld aan mij nemen. Want ik ben niet altijd het beste voorbeeld. Dat kan ik je garanderen. Maar doe waar jij jezelf goed bij voelt. Zorg in ieder geval ervoor dat je niet over je grenzen heen gaat. En als je dat wel doet, dat dan niet te vaak achter elkaar. En zorg dat je altijd achter je eigen keuze staat. In plaats van dat jij bepaalt wat andere mensen. Of dat jij de andere mensen laat bepalen over jouw lichaam. En over jouw leven. Jij zorgt en jij bent de baas over je eigen lichaam en over je eigen leven.
Dus jij bepaalt wat er gaat gebeuren. Even de pep talk van deze dame. Ik hoop dat jij de afgelopen week hebt genoten van het fantastische weer. Het wordt komende week alleen maar leuk en mooier. Daar, als jij deze video kijkt, dan is het ook nog steeds mooi weer. Ik word ondertussen een beetje helemaal krankjoren van. Want ik heb vandaag hooikoortstabletten gehaald. En ik hoop dat ze werken. Fingers crossed. En hopelijk. Loop ik er morgen niet met rode ogen bij. Want dat heb ik nu een week lang gehad. En ik word helemaal gek van. Dus ik heb nu officieel bij mezelf vastgesteld dat ik hooikoorts heb. Dus hooikoortstabletten proberen. Werkt het, dan werkt het. Werkt het niet, dan werkt het niet. Mij kennende zal het wel niet werken. Maar we zullen allemaal zien. Ik hoop dat jij hebt genoten van deze vlog nogmaals. En ik hoop dat jij een hele fijne ochtend, middag of avond hebt. Of voor de boeg hebt, of net hebt gehad. Maar in ieder geval, heb er een leuke dag van. En maak een leuke dag samen met je familie en vrienden. Waar je het meest van houdt. Ik hou van jullie. Hopelijk houden jullie ook van mij. En houden jullie ervan om mijn vlogs te kijken. En deze outro. Dit outro is veel te lang. Maar dat maakt niet uit. Ik wens jou al het geluk van de wereld. En ik ga lekker slapen. En ik wens jou ook een hele fijne avond. Of ochtend. Ligt er een beetje aan wanneer je deze vlog kijkt. Doeg. Slaap lekker.